parkeerterrein. Waarom zijn jullie tot dit initiatief gekomen? Nou, eigenlijk omdat we het leuk vinden om iets te organiseren binnen onze stadsgrenzen. En we proberen mensen wat mee te geven als het gaat over, over lekker en goed eten. Maar ook een stukje verantwoordelijkheid kennen. Dus van kop tot staart en daar pas worst denken wij heel goed binnen. Ja. En wat voor kramen hebben jullie hier dan ontstaan? Ja, heel uiteenlopend. We hebben echt kleine ambachtelijke werkende bedrijven, zoals een mosterdmaker. En we hebben een kleine bierproducent. Mag ik vragen hoe oud u bent? 50 jaren. Kijk. Waar haalt u de mosterd vandaan? De mosterd die haal ik uit mijn eigen bedrijf. Dat is de Braakhekken mosterd uit Harsen. Daar maak ik 9 verschillende mosterdvarianten. Ambachtelijk, zonder eetmiddelen, puur natuur, met heerlijke kruiden. Nou, we hebben natuurlijk ook bekende slagerijen hier uit de regio. Worst uit Friesveen? Ja, natuurlijk kan dat. Al onze worsten met goud bekroond, dus wat wilt u nog meer? Oké, dus jullie verwachten ook een heleboel mensen hier vanmiddag? Nou, als wij zien dat we vorig jaar hadden we zo'n 900 gasten, verwachten we dit jaar, hopen wij, in ieder geval zo'n 1500 mensen te mogen begroeten hier. Ja. Dat zou mooi zijn. En zijn er nog dingen waar jullie extra aandacht aan willen geven? Oei, goeie vraag. Extra aandacht aan. Ja, iets uitbreiding van aantal deelnemers met bedrijven en dergelijke. Ik vind het heel leuk dat we een gratis evenement kunnen aanbieden voor onze stad. Uiteraard gekoppeld hier aan de locatie hier op het Indiëterrein. Gewoon een positieve sfeer proberen neer te zetten. Extra aandacht. Ja, wat extra muziek hebben we weer erbij betrokken. Zodat we heel de middag gewoon lekker wat live muziek hebben. Ja, dat is denk ik wel even hoofdzakelijk.